Ja, je zult misschien denken, in welke bar zit Bert nou weer? Nou ja, ik zit gewoon aan een barretje in een kledingwinkel. De kledingindustrie heeft het niet al te makkelijk gehad de afgelopen jaren. Dus die hebben allemaal inventieve oplossingen bedacht. Bijvoorbeeld een bar in een kledingwinkel. Of een barber, zoals dat tegenwoordig heet. En terwijl ik hier zit, wordt mijn broek korter gemaakt. Dat kan allemaal. En hoe dat precies gaat, daarover ga ik nu praten met Arthur. De vertegenwoordiger van de mannenmodebranche is Only for Men. Arthur, we staan hier in een shop, Only for Men. Nou ben ik toevallig een man, dus ik mag hier naar binnen. Iedereen, ook vrouwen. Ja, natuurlijk, dat begrijp ik. Maar dat wat je aan kleding et cetera verkoopt, het is allemaal geïnspireerd. Het is allemaal voor de man, hè? Ja, wij zijn hier in Doesburg een Menspearience Store. We hebben diverse Only for Men winkels door het land heen. Ja. Maar dit is een unieke winkel, is 1400 vierkante meter Menspearience. Menspearience. Ja. Ja, waar... En wat betekent dat dan? Nou, wat dat betekent, ten eerste heel veel beleving aanwezig voor de man. De man moet hier geëntertained worden. Mm-hmm. En door maandelijkse te gekke events voor mannen. Dat betekent een Toys for Boys, alles op het gebied van de nieuwste auto's en gadgets. Diverse rallies die hier finishen, waar we barbecues voor organiseren. En ik zag dat je voetbal kan kijken. Ja, voetbal met een biertje. We hebben hier 3 koopavonden. Ja. Mannelijke openingstijden door de week vanaf 1 uur open. En op woensdag, donderdag en vrijdag koopavond tot 9 uur. Maar toch moet je me even vertellen, waarom doen jullie dat? Want in de basis zijn jullie natuurlijk een kledingwinkel. Ja. Ja, nou, waarom? Ja, wij zijn van mening van mannen, die hebben het over het algemeen misschien wel een beetje een hekel aan shoppen. Wij hebben gezegd van ja, we moeten gewoon alles wat die man niet leuk vindt als shoppen, dat moeten we wegnemen. We moeten het juist heel erg leuk maken. Dus gemak, voor de deur parkeren, geen parkeergarages in. We hebben 100 eigen parkeerplekken om onze winkel heen. Biertje drinken, broodje eten, spullen gelijk laten vermaken. Ja, want het is ook een atelier, zag ja, ik. Dus terwijl je geniet van je biertje, is de pantalon korter gemaakt. Ja. En als ik geen bier drink, dan kan ik mijn baard laten trimmen. We hebben hier Benny's Barbershop. Benny is hier tijdens alle openingstijden aanwezig om te knippen en te scheren. Ja. Dus ja, beleving voor mannen. En merk je ook dat dat daadwerkelijk effect heeft? Ja, wij zijn hier inmiddels 2,5 jaar open. En zeer, zeer, zeer tevreden. Want dat is een beetje tegen de stroom in, hè? Want zo goed gaat het niet in de kledingbranche. Nee, het is absoluut tegen de stroom in. Dus dat geeft aan dat het werkt, dat er absoluut behoefte aan is aan dit soort concepten. Het is hier een mannenwalhalla. Uiteraard, vrouwen gaan hier met een man mee naartoe. Maar het gaat hier wel aandacht voor de man. Ja, dat begrijp ik. Ja, ja, want die vrouwen moeten wel mee. Want een man houdt er ook van om naar een vrouw te kijken, toch? Dat bedoel ik. En over het algemeen, de dames kleden de man aan. Is dat zo? Is dat nog steeds zo? Ja. Het verandert misschien een klein beetje, maar absoluut. De man over het algemeen... die weet ons nog het beste aan te kleden. Ja. Ja. Nou is dit een concept wat jullie bedacht hebben wat heel goed werkt. Een beetje tegen de stroom in, zoals je net ook al zelf zei. Maar dat is dan ook wel een trend die constant aan verandering onderhevig is, lijkt me. Ja, je moet absoluut natuurlijk er bovenop zitten en kijken wat wil de consument. We hebben een klantenpanel waarin we echt vragen aan onze klanten van wat willen jullie van Only for Men? Hoe kijken jullie tegen, wat kunnen we eraan verbeteren? Welke merken zoeken jullie? Wat kunnen we toevoegen aan beleving, aan gemak, aan dat soort dingen? En daar spelen jullie dan op in? Ja, we kijken wat er online beter kan. Ook daarin moet je continu, uiteraard het gaat snel die markt, daarin moet je continu vernieuwen. En zorgen dat je ook daarin koploper blijft. Wij willen graag winnen. Natuurlijk. Dus dat betekent
ja, de beste, beste mensen in dienst hebben. We hebben een eigen OnlyFans Academy. Vorig jaar zijn we gestart. En wat is dat? Wat we daar doen is alle mensen die we in dienst hebben op 3 verschillende niveaus trainen. Mm-hmm. Dat betekent van management of managers. De young potentials, dus de aankomende talenten, die door kunnen stromen naar nieuw te openen winkels. En alle modeadviseurs of modespecialisten. En waar train je die mensen op dan? Nou, op die 3 niveaus. En er is een trainingsbureau en OnlyFans zelf heeft daar een training voor geschreven. Ja. En dat is een traject eigenlijk van een dikke jaar. En wat leer je je medewerkers dan in dat traject? Wat vind je belangrijk? Nou, wat we belangrijk vinden uiteraard is het DNA van OnlyFans. Dat begint eerst mee dat het personeel heel goed begrijpt. Ja, wat willen we uitstralen met z'n allen? Wij willen humor in de tent. Nou, dat betekent eerst al van met aanname van het personeel natuurlijk van hebben we de juiste medewerker te pakken. Ze beginnen met een mop te vertellen. Nou, zie, de humor kan je niet leren natuurlijk, maar het is bij ons wel belangrijk. We willen gezelligheid. Beetje relativeren. Ja, humor, daadkracht. De consumenten of de klanten die wij hier hebben, die willen een beetje snelheid. En natuurlijk, goed advies. Maar wel graag daadkrachtig. En we trainen natuurlijk op advies. We hebben maatwerkspecialisten, we hebben denim-specialisten in dienst. Nou, die weten alles van die denims af, die weten alles van die pakken af. Ja. Want de consument die is ook goed op de hoogte. En we moeten zorgen dat onze mensen op een leuke manier dat overbrengen naar de klant. Ja, nou goed, met dit concept en de getrainde mensen lijkt me dat wel lukken. Ik wens je nog heel veel succes de komende jaren. Dankjewel.